In de strijd tegen de kleine criminaliteit is deze week na de adresproever. Ja, hadden we. Was er en al. De nummerverklikker een derde apparaat ontwikkeld. En de man die ons daar alles van kan vertellen is de heer Nawijn. Meneer Nawijn, om welk apparaat gaat het? De kentekenkieker. Deze is nog een experimenteel model. Ja. Maar de resultaten zijn nou al verbluffend. Zo. Wat is een kentekenkieker, meneer Nawijn? De kentekenkieker is een apparaat dat door mij is ontwikkeld. Ja. Voor automobilisten vast te leggen op hun snelheidsovertredingen. Door automobilisten die, zoals ik, zich altijd strak aan de maximumsnelheid houden. Omdat 30% van de automobilisten nog steeds, ondanks alle maatregelen, te hard rijdt, kan de kentekenkieker dat vastleggen. En dan als het rolletje vol is met de kentekens, dan gaat er weer een, huppakee. En weer een, die is ook te lul. En deze is ook te lul. Kan de kentekenkieker het volle rolletje afgeven bij de politie, dan kunnen ze boetegiro's krijgen. En het plan is dan dat een bepaald percentage daarvan, dat is voor de kentekenkieker. Dat is een onkosten. En spreek vanzelf, dat de kentekenkieker, dat die zelf natuurlijk nog nooit is verbaliseerd voor een verkeersovertreding. Dus dat... Ah! Meneer Nawijn? Meneer Nawijn? Jeetje. Hij had zijn riem toch om, hè? Dat wel. Hij had zijn riem om. Meneer Nawijn? En dan valt het, had hem, ik zag hem erin zitten met de riem. Gaan we door met de nummer verklikken.